Goedenavond, dames en heren. Hebben jullie het allemaal een beetje naar uw zin hier? Ja, dan moet ik wel aan zo'n topcafé, hè. Ik ben blij dat jullie allemaal net kunnen komen met deze weer en die gladheid. Maar ik zeg altijd maar zo, het kan vriezen, het kan dooien, maar als je op uw bakken snijdt, zijn ze te laat mee strooien. Mensen, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, ben ik de nieuwe kastelein van de Café Den Belt. Nou moet ik zeggen mensen, wat je meemaakt uit zo'n barken en wat je ziet, dingen die je hoort, het is ongelooflijk. Het is niet normaal, je laagt er elke nacht hartstikke kapot. En wil ik jullie toch een klein beetje van mee laten genieten, hè? Hij zat hier last. Zat hier aan de bar. Rikske Karenberg. Ze kennen hem beter als Tieske. Hij zat aan de bar en binnen zit hem aan een pilsje. Nou, dus ik tap voor hem een pilsje. Zet ik bij hem neer. Kijk nou, ja, nou zit je er niet. Dus dan drink ik hem zelf op. Hij zit met aan de bar, met zijn pilsje. Hij zet dat pilsje half leeg. En de rest naait bij men in mijn gezicht. Ik zeg nou, Ties, ik zeg, wat doe jij nou, jongen? Ja, ja, zit hij, dat is een dwangmatige handeling van men, zit hij. Hij zegt, ik kom er niet vanaf, zeg, ik schoot me eigenlijk kapot ver. Ik zeg, Ties, ik weet goed gemak met jou. Ik zeg, je gaat eruit. Ik zeg, en aan een psychiater, en eer hoe je niet terug te komen. Tieske 4, 5 weken niet gezien, kwam binnen, hè. Hij ging aan de bar zitten, bestelde met een pilsje. Ik tap dat pilsje, wacht in spanning af wat er gebeurt. Hij zuipt hem half leeg en hij de rest bij mij in mijn gezicht. Ik zeg, Ties, waar hebben wij nou afgesproken? Ik zeg, je zat naar de psychiater gaan. Ja, ja, zit hij, ben ik ook geweest. Ik zeg, nee, en onder je niks geholpen dan. Ja, al zit hij. Ik schaam mijn eigen er niet meer voor. Nou schendt het mensen, dan hebben we hier in de krant gelezen, dat er in bier en vrouwelijke hormonen zitten. Nou, we hebben daar eens even over gehad met een paar mannen, en denk, daar moeten we dan toch wel eens uit gaan proberen, hè. Zat hier Kenneth Tax, hier zat Ralf Hendricks, hier zat onze vis, hè, ons Rick, en ikzelf. Hebben wij met z'n vieren, alle vier, 23 flessen Dommels leeg gedronken. Dat zou zeggen, we moeten het aardig beginnen te merken, hè. Mensen, waar wij allemaal achter zijn gekomen, het is ongelooflijk. We vieren allemaal een beetje dikker. Daar begon het mee. We hebben vrekkers veel geluld en zijn daar niks wijzer van geworden. We konden niet meer fatsoenlijk auto rijden, laat staan, inparkeren. We hadden koppijn en geen zin meer in seks. En we moesten om het kwartier naar de wc en vork met z'n allen tegelijk. Maar mensen, in belang van het onderzoek. Ik ben blij dat ik met mijn inzet. Maar in belang van het onderzoek gaan we volgende week kijken of dat met Hertig Jan hetzelfde is. Ze zien er wel mensen. In de kroeg, maak er nog eens wat mee. Hij zat hier van de week. Frans Verlunhout. Lekker een bekje koffie drinken. Dan komt een vrouwke binnen, mensen. Daar heeft Frans nog nooit gezien. Zo'n schoon vrouwke. Frans was helemaal ons ten boven. Hij zei tegen men. Tom, zit hij, vat de grootste, duurste fles champagne die je hebt. Hij zei, dan hang ik daar een kartje aan. En dan vraag ik of dat meisje dat met men leeg wil drinken. Ik zeg, dat is goed. Ik een duur flesje gevat, hè, 350 euro. Denk, ja, lekker. Ik zeg, een Frans gegeven, een Frans kaartje geschreven. Geachte mevrouw, wilt u deze fles met mij nuttigen? En aan die fles knut. Ik die fles gevat, met die fles naar de tafeltje gelopen, de vrouwke daar neergezet. Ik zeg, deze meneer, biedt u deze fles aan? En ik loop terug. Ja, voor een kok is netjes.
De vrouwke leest haar briefje, glimlacht een keer naar Frans en begint ook te schrijven. Geachte meneer, schreef ze. Als u deze fles met mij wil nuttigen, moet er in uw garage minimaal 1 Mercedes staan. Moet er op uw bankrekening minimaal 1 miljoen staan. In uw broek moet 18 centimeter steken. En een vakantiehuisje aan de Canarische eilanden zou ook welkom zijn. Frans lacht een keer terug en begint ook te schrijven. Frans schrijven. Want die fles geknipt, ik die fles weer terugbracht naar de vrouwke. Ik zet die daar netjes neer. En ik loop er terug. De... Wat ik zeggen? Ik zie het verkeerd. Ik ga hem helemaal niet naar de vrouwke gebracht. Ik ga hem bij de vrouwke opgehaald. En dan heb ik hem bij Frans neergezet. Dat was verkeerd. Ja. Frans lacht ook een keer terug en begint ook te schrijven. Beste mevrouw, hoe zit hij? In mijn garage bevindt zich 1 Mercedes, 2 Porsches en een Ferrari. Op al mijn 8 bankrekeningen staat telkens meer dan 1 miljoen. Ik heb vakantiehuisjes in Bali, in Californië en in Amerika zit hij. Maar nooit beginnen in een vrouw zit hij. Laat ik er 6 centimeter afvallen. Zo zien we wel mensen, in de kroeg maak er nog eens wat mee. Daar kwam van de weer, dat vind ik ook een beetje arg, Jezus, daar stond ik echt van te kijken. De deur ging open en er komt een piraat binnen. Een echte piraat, hij houdt been, haak, een oorgruit, grote hoed, weet niet. Hij heeft nog net zijn boot niet bij, maar god. Hij komt met aan de bar zitten. Hij bestelt een pilsje, ik geef dat aan hem, wij zitten een gezellig gesprek, lekker een beetje de oude hoeren met elkaar. Ik zeg, piraat, ik zeg, hoe ben jij nou eigenlijk aan de houten benen gekomen? Ja, zit hij, dat was een woeste zeestorm, zit hij, ben ik overboord geslagen, is er toen een krokodil, zit hij in mijn benen afgebeten. Zeg, dat is niet niks, hè. Mondje. Zeg, in die haak dan, zeg, hoe haken ben daar gekomen? Hij begint enthousiaster en enthousiaster, hè. Hij zegt, ja. Dat was een zeeslag, zit hij, moest ik vechten met 2 meter grote zeerovers. En toen heb ik een hand afgehakt, zit hij. Zeg, goh. Ja, zei, dan moet ik één ding ook nog weten. Zeg, dat oog, hoe kan dat dan dat je maar 1 oog hebt? Ja, zit hij. Daar in een mouw ingescheten. Ja, dat dacht ik ook, in een mouw ingescheten. Ik zei, in een mouw ingescheten, ik zei dat heel oog er niet van uit. Nee, normaal niet, zit hij. Maar dat was wel de eerste dag dat ik die haak had. Nou was hier, of nee, zo zien er wel mensen, in de kroeg, maak er nou eens wat mee. Nou waren hier van de week Rob Vergompel en Willem Vreven, bij mij aan timmeren. De beste timmer van de kaas zijn, hè. En die stonden daar te timmeren en te zorgen en te doen. Hij, ik op die avond, had ik hier in de zaal, had ik een acrobaat ingehuurd. He? En dan hadden we van tevoren kaartjes verkocht. En je weet wel hoe dat in Kaasteren gaat. Als je kaartjes verkoopt, iedereen valt een halve dag vrij. Zitten meestal al in het café, he? Lijstjes invullen. He? Heb ik gelijk of niet? Ja, zo geen dat hier. Nou, dus ja, en wat doet die acrobaat? Die belt af. 2 uur van tevoren. Ik denk, mondje, hè. Denk, hoe ga ik deze nou eens oplossen? Ik, Angela Pat stuurt, ja, al circus afgereden en gevraagd. En ik aan het bellen geweest en ja. Niks regelen, hè? Ja, het is crisis, maar bij die acrobaten niet, hè? Ik krijg zich op beginnen in te pakken. Dus ik denk, ik sta in de keuken, wat te piekeren, hè? Ik denk, hoe ga ik deze nou oplossen, hè? Ik kijk naar buiten, zie ik Willem Vreven. Hunne saltwater over, dubbele flikvlak, dubbele saltwater over en dan stond je weer. Ik denk, noemtje, die moet ik hebben, hè? Ik ga naar buiten gelopen, stond Rob daar. Ik zeg, Rob, ik zeg, denk jij dat Willem van de andere keer op zijn wil treven, man? Oh, dat weet ik niet zo goed, moet ik me eens vragen. Willem Riebie! Hé, hey, de kastelein vraagt dat je vanavond naar de vinger af wilt zagen. Komt-ie, hè?
Zo zie je wel mensen. En de kroeg maakt er nog eens wat mee. Dan zit hier Lest. Of Lest, dat zei ik meestal. Jos Hendricks. Zat hier. Die zat hier aan de bar. Samen met een buurman Ivo. Ivo zei, nou, er waren wel meer mensen, maar Ivo zei, hij zei, doe mij maar eens een glasje whisky zit hij, van 30 jaar oud. Ik denk, ik denk, daar heb ik geen zin in. Ik vat hier gewoon een flesje uit de flessennest. Ik heb dat flesje gevat, hè, glasje gevat, ingegoten, en ik zet dat bij Ivo neer. En hij proeft. Nee, zit hij. Ik zei van nee. Hij zit hier zomaar 30 jaar oud, zit hij maar 10 jaar oud. Ik kijk een fles, ja, vrek, 10 jaar. Ik zeg dan, denk dan ga ik hem toch eens op de proef stellen, hè. Dus ik heb gezocht, hè, flesje, 20 jaar oud. Ja, Kees Lauwers hier in de gaten gelaten. Dus ik heb een nieuw glasje gevat, die fles gevat, hè. Ingegoten en ik zet hem weer bij Ivo neer. En hij proeft weer. Hè. Nee. Ik zeg wel nee. Hij zei, die is maar 20 jaar oud, man. Ik denk, en je zag de rest die er binnen waren ook voor het kijken. Want nou, daar heeft er wel verstand van, hè. Dus ik ben in de kelder gaan zoeken, flesje gevonden, 30 jaar oud, die was een vioolschel geweest, denk ik. Naar mijn barke gelopen, glasje gevat, ingeschonken. Zet hem bij Ivo neer en hij proefde. Ja, daar is hij zitten. Lekker, dankjewel. En de rest in de kroeg, applaudisseren, want nou, dat heb je nooit knap gedaan, hè. En mee, daar kwam Jos Hendricks uit de hoek, hè. Goh, hier zit hij, proef tegen mij eens. En Ivo wist, nee, natuurlijk niet laten kennen, dus die proefde, hè. Gadverdamme, zit hij, dat lijkt wel zeik. Ja, zie Jos, hè, dat was goed, nou mijn leeftijd nog. Zo zie je wel mensen, in de kroeg, maak er nog eens wat mee. Ja, en dat vind ik heel leuk, ik had het gisteren een paar keer vergeten. Les was al wat later op de avond, en dan doe ik vast een beetje poetsen, hè. Doe ik de barken vast af en doe ik de plantjes weg, en ja, die staan er trouwens normaal helemaal niet. Maar die, maar ik vond het leuk uitzien. Dan doe ik die aasbakjes en zo, hè, die doe ik dan alvast aan de kant, doe ik bark een beetje poetsen. Hè. En Angela Smerk is ook niet zo gruwelijk zwaar. En was ik dat bejaard alvast een beetje af en toe, dus ik sta je dat bejaard af te doen. Hè, zei ik, dan ben kijk, de play in. Ik denk, wat zie ik daar nou? Stig op vergerven, stond daar te zeiken. Ronde bal. En Rens van Doormalen, die stond zo neffen. Ik denk, zou die dan zo'n geweer hebben die erop? Ik denk, wat zou er aan de hand zijn? Dus ik sta daar zeker eens af te kijken, hè. En op een gegeven moment, ze rent tegen Rob. God, man, Rob, zit hij. Wat pis je toch mee, een mooie straal. Ja, zei Rob. Hij zei, maar dat kun jij ook. Ja, zei Rens, kan ik doen. Ja, zei hij. Maar moet wel lekker zo'n gulp open doen. Nou heb ik, wacht, zo ziet u wel mensen, in de kroeg, maak er nog eens wat mee. Nou heb ik een betrouwbare bron gehoord. Nou, ik kan wel hoeveel moeten hebben. Zal er al een paar doen. Zal ik ondertussen een beetje vertellen. Was ik ook weer. Oh ja, kan je...
Ik heb het betrouwbare bron gehoord. Daar in Eekhoeks. Vorig jaar, toen ze met de lollebolle op vakantie waren in Spanje, ging er een keer wat eten uit de specialiteit uit de Spaanse keuken. Nou, dus René kreeg dacht van, hè, dan vat ik een taxi een beetje land inwaarts, dan kan ik daar wel een beetje zo'n pittoresk restaurantje vinden, hè. Nou, hij een beetje een zieke taxi gevat, een eentje naar land inwaarts gereden. En inderdaad is hij daar, hey, jongens, laat het lekker smaken. Dat gaat niet lukken, hè, valt eerst maar deze twee. Oh, wat zint. Kobi, Pilske. Als we iets zeggen, hè? Nou ben ik bezig. Hè? Maar in Eekhoek, daar gaan we het over. Die was dus land in waar ze gaan bij die attractie. Die was daar terechtgekomen in een klein restaurantje, typisch Spaans restaurantje. Hij dacht, hé, hier moet ik zijn, hè. Hij naar binnen gegaan en dan die ober gevraagd. Ober, ik wil de specialiteit uit jullie keuken eten. Waar had hij die ober gezet? Hij zei, daar zijn de verse stierenballen, zei hij, van de op die dag gevangen stier, hier aten uit de stiervechtarena. Ja, dat is lekker, zei René. Dat doe maar. Dus René die ballen besteld en een pilsje, want er is erbij. Die ober weg, ik een pils brengen. René, ik breng een pilsje op, weet je wat ik had, ook een keuken, balkjes bakken. En dan komen we, hop, hop, en die ober met die balkjes. Hè. Hij komt dan met dat beurtje. Hij zet daar bij René neer. Mensen, het was ongelooflijk. Twee zo'n grote stierballen lagen er op dat bord, hè. En René kan eten, hè. En smikkelen, lekker dat ze waren, hè. Oh, ja, zo zitten genieten. Nou, geneken teruggegaan weer hè, naar de rest van die mannen. Zijn eigen gruwelijk zat is open, dat je mist al. Ja, René. Zo is het gewoon. Kijk Kobi, daar heb ik nou gehoopt dat deze zou gebeuren, hè. Hij dacht ik had ik heb binnen gaan en denk, oh yes. Nou, alleen Frans Hoeks nog en dan ben ik helemaal gelukkig. Maar... Zal ik zwijgen? Wat? Maar op het eind van de vakantie was laatste dagen. Hij René toch zoiets van. Ik ga nog een keer terug. Nou ken nog, stik met de moord, anders moet ik een jaar wachten. Dus hij weer in die taxi geval naar de restaurant, die balkjes besteld, die over de pils gekomen, en die balkjes in de hoeveel, en ik kreeg sporten en een sigaretje groot. Nee, rookt trouwens niet. Dus hij had gezeten. Komt die over aan? Dat bord. En hij loopt naar René. Hij zet dat bord daar neer, maar nou waren het niet zo'n grote bal, hè. Het waren op twee van zo'n eikens. Hé hey, René, wat is dat nou? Hij zei, voor een keer ik in stierbal zou zitten, kreeg zo'n grote bal. Ja, zei die nober. De stier verliest niet altijd. Ja, mag ik niet uit de kwartel leggen zitten. Oh ja. Zo ziet u wel mensen. In de kroeg mag er nog eens wat mee. God, het is toch moeilijk, hè? Ik weet merken dan zou je het goed gaan, dat weet ik zeker. Nou, dat is niet. Pirke dame. Zit hier aan het barken. Hij zei ons Monique. Die is zo stom, zit hij. Zo stom. In de keuken gekocht, zit hij van...
20.000 euro. En ze kan niet eens koken. Boah, helaas. Daar is er niks in die. Ons maatje, die heeft een cabrio gekocht, zit die. Van 50.000 euro. En ze kan niet eens auto rijden. Ze wil een kastlijns. Dat is helemaal niks. En zei ons Marjan, die heeft 2000 condooms gekocht, omdat ze vorige week op vakantie ging met de vriendinnen. En ze heeft niet eens een piemel. Zo zie je wel, mensen. In de kroeg, maak er nog eens wat mee. Hebben jullie al gehoord? Hebben jullie al gehoord? Wat ons prins Boerke heeft gevreten, met prinsenbal. Ja, dat is misselijk, ja. Dat dacht ik ook, ja. Hij is en ze gaan aan de rand altijd ergens bij de zolder een beetje eten, hè. Maria, je niet zo'n honger voelde, eigenlijk niet zo lekker, die was alvast naar huis gegaan. Ik heb hem niet vaak veel, maar het was echt gebeurd. Ik kan er niks niet. Maar goed. Dus Johan daar nog flink zitten zuipen. Hè? Oh, je weet wel hoe dat ging. Ze zat als een wiel, verdoold neergevallen. Even Maria in bed, hè. En je zult het niet geloven. Hij kwam aan de hemelpoort. En zei Sint-Petrus. Hij zei, je bent gestorven in uw slaap. En ik zag het gewoon kijken, hè. Gestorven in mijn slaap. Dat kent er niet. Weet je, ik heb gewoon net een nieuwe boerderij. En zei gewoon in het vriestehandel en die melkrobots zijn bevroren. Hij zei, ik moet gewoon onder u terug. Hij zei, dat kent er niet. Ik heb nog zoveel werk. Ja, hey, Sint-Peter zei, ja, hey. Ja, zei Sint-Petrus, ik ken hem. Ook niks in hun jongen, zit hij. Ja, maar zei jongen, is daar gewoon geen in, niet meer een manier hoe dat ik terug kan komen, zit hij. Ja, zei Sint-Petrus, er is wel één klein manier hoe dat jij terug kan komen, ja. Ja, zei jongen, wat is dat dan, want ik wil toch gewoon wel graag terug. Ja, Sint-Petrus zit, dat is als kiep. Ja, dat zei Johan ook. Ho, je hebt niks anders. Hij zei, ik kan niet als koeien of zo terugkomen. Nee, zei Sint-Petrus. Als kiep. Ja, ja, ja. Johan ex over nagedacht en dan later toch maar besloten, als het een beetje bij hem in de buurt was, dat hij dan toch wel als kiep terug wou keren. En hop, daar stond hij, hè. Iets meer virkjes dan dat hij nou, hè. Lekker te scharrelen, hè. Kunt daar die een haan aan lopen. Ja, dat doet hij geen scharrelen, hè. Dus komt dat een haan aan gelopen en zei, hey, jij bent hier een nieuwe kiep hier, of niet? Ja, hij zei, Johan, dat ben ik, ja. Hij zei, en hoe ging het nou, zit hij? Ging het allemaal goed hier? Hij zei, Johan, dit keer op zich, eigenlijk hartstikke goed, zit hij. Hij zei, maar ik voel me eigenlijk wel zo vol, zit hij, hè. Net als dat ga je ontploffen, zit hij. Ken ik veel? Ik ken al, hè. Hoi, en ja, hij die een haan zit. Die een haan zei, dan ben je aan het overleren zit, joh. Dan moet je een ei leggen. Ei leggen, zacht Johan, kijk, een ei leggen, een ei leggen. Wat is hier in de hand? Ik had me toch niet verteld dat je nooit geen ei geleed hebt? Ja, zie je, ik heb me nooit geen ei geleed. Zit je in de hand? Je moet al rustig gaan staan. Relaxed, alles laten gaan. Hij zei, dan geef het van eigens. Johan, ga daar staan, op zijn gemak, ja. Oh. Oh, na enkele oncomfortabele momenten, en voilà, een ei. Johan, een beetje overdonderd van zijn eerste moederschap. Begint vol overtuiging aan zijn tweede ei. Hij gaat alweer zitten en... derde, tweede ei. Ja, ik kan niet zo goed tellen. Tweede ei. En net toen hij als een derde ei wou beginnen, hè, kreeg hij een klap in zijn gezicht. En hoorde die Maria kwijken. Johan, wat wakker jongen! Je ligt door het bed vol te schijten!
Zo zien we al mensen. In de kroeg. Mag er nog eens wat mee. Hey, ik vat nog in voor onderwege. Bedankt voor het luisteren. En tot volgend jaar. Hallo. Ja. Bob en vriendjes. Ik denk als je zo doorgaat dat je volgend jaar een bouwvergunning moet vragen, want je tent wordt te klein. Maar ik hoop dat je het volgend jaar weer doet zo, Tom. Het is hartstikke mooi. Ga je proberen. Vandaar een onderscheiding met een driebal al af. Ja, dankjewel. Hey, dit is geen pilsje nog even. Geef ze een pilsje. Overal in thuis. Min drie maal al af. Ha ha. Mensen bedankt. Jullie bedankt. Je hebt een geweldig applaus. En Bart, veel naar muziekste. Dat schijnt toch echt als ze klaar staan, de volgende tomprols. We zullen maar weer gaan van start gaan, want ze komen achter op het schema. Vorig jaar hebben ze voor de eerste keer meegedaan. En ondanks de drukte bij de carnavalswagen staan ze deze jaar toch weer voor ons klaar om een stukje te doen. Ze hebben hun best gedaan om iets schoons van te maken. We zullen zien waar ons te wachten staat. Dames en heren, de opvulling. Zo. Zo! Kijk. Zijn we ook nog met bots opgekomen? Ik ga je er zeker lekker voor zitten. Ja, oh, verdomme. Oh, dat is lieve man. Zal hem bijhouden. Ja. Nou, vol een bak hier. Hey, was het nou net Jantje Hendrik die ik er later tegenkwam? Dat was hij, hè? Zal ik jou eens wat vertellen over Jantje Hendrik? Vertel het eens. Stond lest hier men hier in je pisbak en had die godverdomme heel zijn boksnaats aan de zijkant. Ik heb 30 van mijn kraag gekregen. Ja, dat vrouwke van hem, hè. Dat vond dat hij de laatste tijd nogal rustig was. Ik weet dat hij nog een bloeddruk heeft. Hij is zijn pilletje voor hem gehad. Zijn Viagraatje. En hij stond hier zo neffen, man. Hij pakt hem uit. Hij schrikt ervan. Doet hij hem ook meteen weer terug? Je zit tegen mij, maar dat is de mannen niet. Ja, eraf was je het allemaal afgegaan.
Goedenavond. Tjonge jongen, kom je net Tom tegen? Oh ja. Vraagt je man, wat ga jij doen? Nieuwsgierig mens. Ja? Ik zeg, ik ga je even pissen. Hij zegt, maar dat ga je niet. Nee? Nee. Ik zeg, wat ga je niet? Ik zeg, nee, dat ga je niet, zit hij. Die zit verstopt. Ik zeg, doe geen moeite, ik fijn hem wel. Ja. Hoi. Hoi. Bel. Telefoon. Wat is mijn man, jij hoor. Oh. Ja. Kom het door. Geen nee. Hallo? Oh. Ben jij het? Hè? In de stad? Een zware jasje? Nou, doe maar. Wat kost hem, hoppie? €1000. Doe maar. Ja, schat, we moeten nou niet gaan zeuren over €1000, hè? We werken tenslotte hard zat voor. Yeah. Ik zeg, pak er een jasje. Nee, ik ga nou ophangen, moppie. Nee, ga je eerst. Nee, ga je eerst, hè. Jij hebt uw zin voor vandaag alweer gehad. Oh. Nou, houdoe. Tjoe, Ik kan allemaal niet tegenwoordig, hè. Zo, doe maar ruik. Wie was dat? Oh, dat waren die vier, hè. Oh, hij was hier. Wat moet ik toch pissen, hè? Oh, ja, hallo, hier! Oh, kom hier, ik moet werken pissen! Oh, wat moet ik toch pissen, hè? Ja, hé, hey, blij dat even pauze is, hè? Dan kan ik me lekker laten gaan. Ja, hé, hey, wel gezellig, hè? Zo'n Tom praatavond. Ja. Hé, wat vind ik ervan? Geen ik jou? Dat valt niet tegen. Ho. Nee, ik bedoel van de avond. Oh ja, ja. Hey, kom op, zeg. Zeg dat dan. Ja. Hé, ken je trouwens Stefan Verhoeven? Oh ja. Ook wel Stijfan genoemd. Ja. Ja, Stijfan. Yeah. Ja. Die had de lessen neus op twee plaatsen gebroken. Twee plakken? Wow. Ah. Op twee plaatsen, ja. Oh, ja, echt waar. Wow. In Blaal en een Reuzel. Oh. Nonne, je toch niet meer. Ja. Ja. Hey, Hey, te veel gezorg of zo? Nee, niks apart. Niks apart. Ja. Hoe ben ik eigenlijk hier? Mijn auto? Nee, jongen. Ik woon hier hartstikke in de hoek. Zal ik met een auto komen zeggen? Dat zou kunnen, hè? Toen zie je de meeste ongelukken gebeuren als de mannen gedronken hebben. Nou, daar weet je niks van, hè? Ja. Daar weet je niks van. Dan rijden de vrouwen naar huis. Oh, ja. Ja. Die vrouwen. Ja, het is ook altijd wat, hè? Met die vrouwen. Hé, luister, hè? Ons moeder, hè? Die praat al 2 maanden niemand meer met onze vader. Twee maanden? Godverdomme. Ja, hé. Hey. Als ze maar niet gaan schaaien, want... Ja. Oei. Als ik je vader was, hè, dan zou ik daar eens goed over nadenken. Want zijn vrouwen,
Die zijn een verrek weg. Ja. Ja, dat klopt. Nee, daar heb ik gelijk in. Ja. Heb je gelijk in. Smoeder ook, hè. Oh ja. Kan niet meteen een grapje. Nee. Wie? Kan nergens meteen, nee. Stond de lijst voor de spiegel in de badkamer. Ja. Ze zei, Johnny. Johnny. Johnny, ze zei. Ja. Johnny? Ze zei altijd als we nodig hebben. Oh. Johnny. Johnny. Ja, Johnny. Maak het. Kijk toch. Dat is zo mooi. Ja. Hij doet naar zijn zin daar, niet? Ja, ja. Hij wel, ja. Ze ziet Johnny tegen ons vader. Ja. Ik voel me wordt een beetje oud. Loopt er tegen de 50, hè? Ja. Dik. Ja, dat wel, ja. Nonny. En lelijk. Lelijk, ja, lelijk. Mes, schatje toch, ze is vader. Ik ben maar blij dat niks met je ogen aan de hand is. Ja, denk je leuk is, hè? Ja, ja. Ja. Jongens, jongens. Jongens, luister eens, hè. Jullie moeten vrouwen gewoon zeggen eens een keer goed benaderen. Ah, oh, dus dit. Ja. Luistert goed, hè. Hij luistert al met je... Met die van ons zeg maar zo'n zo'n lekker intiem avondje met z'n tweeën samen op de bank. Ja. Yeah. Hij er zo eens een beetje in gesmeerd met van je vette olie. Vette olie. Zijn we er allemaal nog eens even van billetje gegaan? Van billetje. Die kwekte 6 minuten naar de rand nog steeds. 6 minuten? 6 minuten. Ja, 6 minuten. Oh. Dat kan niet. Nee. Dat is toch niks, jongen? Is dat niks? Nee. Is dat niks? Dat is toch niks, man. Nee. Ja. Wat ga je net vertellen dat ik de les trok? Wauw. Ja. Jij ook, ja? Ja, ik ook, ja. Mondejuta. Ik die van ons ook mee van in een vettige olie ingesmeerd, weet niet zo, hè. Is even lekker voor de commissie gehaald, ja. Hè? Ja. Doe het dan, hè? Ja. Ja. 10 minuten te keer gegaan. Wow. 10 minuten. 10 minuten, ja. Echt waar? Ja. Hé, hey, jongens, jongens, jongens. Hou stil, hou stil. Ja, dat komt je aan, hebt hij. Ja, hij kent hij. Ja, ja, hé. Luistert, hè. Ik, hè. Ik haal les melkchocolade gesmolten. Ja. Nee, je moet geen buren vatten. Melkchocolade. En daarmee had ik die van ons wel 2 minuten lang helemaal mee ingesmeerd, hè. Ja. No. Hey, 3 uur later kwekten ze nog. Dat kan niet. Wat heb je gedaan dan? Nou. Ik haai mijn hand aan de gordijn afgesmeerd. Ja. Ik heb het toch niet meer. Nee, maar ja. Ja. Ja, ik doe het geen. Ja. Oh. Ja. Hé, hey, Hoeks. Ja. Oh, jij laat de les toch een weekendje weg geweest naar Amsterdam met die van jullie. Ja, ja. Was het al gezellig geweest? Nou. Die van ons zei, we zullen er eens een gezellig weekend van maken. Oh ja? Oh. Ik zei, dat is goed, tot de maandag. Nou, tot de maandag. Ja. Ho. Rustig. Nou, kom. Rustig. Ja. Sorry. Ja. Rustig aan. Rustig aan, ja. Houd hem maar eens vast, jongen. Kreeg natte voet, hè? Ja, ja. 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 Tjoe. Hey, ik ken eigenlijk nog wel een liedje. Ja. Liedje? Kende jij een liedje? Ja. Nonde. Het is gewoon een liedje. Zoals ik ze een liedje gaan zingen. Oh. Zingen nog wel? Ja. Ja. Zullen we proberen? Ja. Oh, ja. Als jij dat wilt, dan doe je dat wel. Ja.
is goed. Kom maar op. Oeh. Die gasten, daar hebben we weer een nieuwe gids. Het heeft heel lang geduurd, maar eindelijk is het dan zover. 18 jaar later en hij gaat niet voor de bel. Daarom zeggen wij tegen iedereen, vier met carnaval. Ze maken ons de missie lauw. We kunnen wisselen, lekker wisselen, ja het is weer carnaval. Ze maken ons de missie lauw. Samen met ons boekje, ja dan is het altijd wel. Ja la, ja la 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 la. In China daar heet iedereen elke dag Chinees. Dat kan toch nooit gezond zijn, altijd bami met wat vlees. Daarom adviseert de prins de eieren met wat brood. Want dat is wat wij eten hier tijdens carnaval. Ze maken ons de business nou. We kunnen vissen, lekker vissen, ja het is weer carnaval. Ze maken ons de business nou. Samen met ons boeken, ja dan is het altijd wel. Ja la, ja la 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 la. Wij zijn wat overbouwen en we pissen in de rond. Eentje zit te schijten en die zit dus op zijn kont. Normaal zijn wij aan bouwen en dat doen we met plezier. Het is weer bijna carnaval en dan zijn wij weer hier. Ze maken ons de visie nou. We kunnen vissen, lekker wisten, ja het is weer carnaval. Ze maken ons de visie nou. Samen met ons boeken, ja dan is het altijd mal. Ja la, ja la 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 la. Ja la 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 la. Dat was wel lekker. Ja, ja. Dat was gewoon niet, ja. Heb ik. Ja. Hey. Heb je dan een tatoeage staan? Oh, ja. Ja, ja, ik zie hem ook. Ik zie hem ook. Allemaal op uw eigen gebleven. Oh, ja. Ja. Maar ik heb er te lijst 50 euro op laten zetten, ja. 50 euro? Ja. Maar? Kom daar erbij. Ja, 100 valt ze toch altijd meteen af. Ja. Dat is waar, dat is waar. Hè. Ja. En dat maakt het wel een hoop voordeel, hoor. Ja. Vertel. Op de nurseplots. Het is wel fijn om een beetje met uw geld te speulen. Ja. Nou. Ja. Op de tweede plots. Het is ook fijn om tijdens het speulen... Ja. Hoe kapitaal te zien groeien. Ja. Ja. En op de derde plots, zeker zo belangrijk. Dan is het niet zo erg als uw vriendin een keer aan uw centen zit. Ja. 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 Hey. Ja. Mooi. Ja. Kost hij heeft er zin in, ja. Ja. Oh. Hey mama. Glazuur van de pot. Ja. Glazuur van de pot, ja. Heb je al gehoord van zwaar? Vertel. Heeft van zijn baas een nieuwe vrachtwagen gekregen. Oh. Oh ja. Ja. Dat heb ik ook gehoord, hè. Zo'n lange, hè. Ja. Zo'n nul lange, oh. Ja. Die gek in de les drie kwartier zit te toeteren op de rotonde. Achter zijn eigen oplegger. Oh. Wat een sukkel! Ja, waar zit die? Oh, daar ja! Hey! Hey mannen! Had je les gehoord door van Marco Schoen? Marco nou, Schoen? Nee. Vertel. Die was bij Nelleke en Adrie op kraamvisite geweest. Nou ja. Oh ja! Ja, ja! Dat had ik ook gehoord! Ja! Hey, het was er gezellig hè! En ook verrekte druk! Ja, ja, dat is een rekkersdruk, ja. En dan hebben ze zo'n paar potten bier op, hè. Ja. En dan moeten pissen, hè. Ja, ja. De schoen die ook door naar de wc gaan. Er stond een heel rij te wachten, hè. En hij dacht,
Daar heb ik geen zin in. Ik gooi boven naar de wc. Oh. Dan ben ik er niet zo bak kwijt. Ja, gelijk. Dus hij daar boven naar de wc gegaan, hè. En hij is nog eens gebleven, nog een pilsje gevat. En nog gebuurd met hem. En Sandor zit hier met Martien aan de koffie. En was gezellig, schoen, zei ze. Het was verrecht gezellig, zei hij. Maar wat ik nog meegemaakt heb, zei hij. Ze hebben daar een zilver wc. Een zilver wc. Ja, een zilver. Dat kan niet. Bij jou thuis? Nee. Ben je dat salaris van Adrie? Ja. Nee. Dat ging gewoon niet. Die hebben toch geen geld? Nee. Die rijdt er altijd een beetje... Ja. Met een oude caddy op en neer. Durf. Ja, dat zei je Martien ook, hè? Dat kan niet. Nee. Schoen zei je, dan gaan we samen kijken. Ja. Oh ja. Dus zij samen daar rennen, weet je niet, en aan de deur klopt. En A3D open, hè? En zit die schoen. Was je zaak geweest gisteravond, hè? Het was verrekken, zei hij, zijn schoen. Maar waar kom, zit hij? Ons Martien die gelooft mij niet. Geeft boven toch een zilveren wc. En A3 kijkt, denkt. Een zilveren wc zit hij? Och, verrek zit hij! Nelke, daar rijdt die mafkees die gisteren in de hoed toe bent zitten scheiken! Wat een mafkees, hè? Je kunt er nergens mee komen. Nee. Jawel, twee keer eens trouwens, twee keer eens. Ho. Ho, we hebben een bellen. Ja, ik ben niet. Sorry. Nou, houd hem even vast. En een beetje snel, want anders ben ik ook klaar. En het is ook nog steeds vast, hè? Ja. Ja, hallo. Hoe aan de masker. Hoe kwam die aan mijn nummer? Ja. Oh, die heb ik ergens nodig. Ja, die is die, Neverman. Ja. Hé, hey, maar dan zal ik me eens geven, ja. Ja, hier komt hij, hier rennen. Hier, zei opa. Opa? Ja. Opa? Nou nog. Ja. Ja. Hey. Moet je mensen niet te bed liggen? Ja. Hey. Ja. Hey opa. Pa. Nou nog? Momentje. Ja. Nou, die wil nog een keer mee als oma van, hè? Geef het... Ja? Wat? Ja. Ja. Oh. Op die leeftijd ja, nog? Ja, ik weet het. Extra. Ja? Ja. Wel met een condoom, hè, jongen? Ja, oké. Okay. Ja. Ik weet wel dat ik geen kindjes meer kan maken. Oh, wat denk je van salmonelle? Met die oude eikens van hem. Ja. Zet hem op, opa. Ik sta je achter u. Houdoe. Zet hem maar even af, waar heeft alles nog? Wat gaat u doen, hè? Die leeftijd, joh. Ja. Krik je hem nog wel overeind? Op die. Misschien heeft hij ook al een Viagraatje nodig. Ja. Jenna, wat meer? Ja.